de belangrijkste ingrediënten voor bier, dat zijn water. Om goed bier te brouwen heb je over het algemeen zacht water nodig. De tweede ingrediënt, dat is de mout. Meestal wordt er, of eigenlijk altijd, wordt er gerstemout gebruikt, soms ook tarwe. Mout, dat is gerst, graan, dat eerst ontkiemd is. En zo gauw het kiemplantje begint te groeien, dan wordt het kiemproces weer gestopt door de mout te drogen en te verhitten. Het volgende ingrediënt, dat is de hop. Hop, dat zijn de bloemen van de, of bellen wordt het ook wel genoemd, van de vrouwelijke hopplant. En dat geeft de karakteristieke bitterheid aan het bier. En dan het meest smaakmakende element is de gist. De karakteristieke smaak van het bier wordt door voor 60% of meer door de gist bepaald. De gist die zet de suikers die tijdens het brouwproces gevormd zijn om in alcohol en koolzuurgas. Het eerste wat we doen tijdens het brouwen is het maken van de giststarter. Hiervoor kun je heel goed appelsap gebruiken. Je neemt een ruim glas of maatbeker. Doe dat ongeveer voor 1/3 vol met appelsap. Daar kun je nog een extra schepje suiker aan toevoegen. Of twee. En dan voeg je de gist toe. Even goed roeren. En dan wordt de giststarter op een warme plaats, ongeveer 25 graden, weggezet. Voor het brouwen van 10 liter bier heb je ongeveer in eerste instantie 8 liter water nodig. Dat is het zogenaamde maiswater. Voor het brouwen van 10 liter bier hebben we ongeveer 2,5 kilo mout nodig. Dit is een pond. Die gaat in de schrootmachine. Oftewel een gewone Douwe Egberts wandkoffiemolen. Daar past ook precies een pond in. En dan is het wel belangrijk dat die op een grove stand gezet wordt. En dan is het de kwestie van draaien. Dan kun je zo wel uren blijven draaien, maar dat schiet dan ook niet op. Dus daar hebben we andere aandrijfmechanismes voor. Ik kan dus niet meer los. Pauze. En zo schiet het dus veel beter op. Als de schaal vol is, dan kan hij bij het water. Het gaat er gewoon koud. Na het schroten, dan begint het maisje. En dan al de zetmeel.
De temperatuur is daarbij heel belangrijk, dus we hangen even een thermometer erin. En je moet ook constant roeren, want het is een vrij dikke brei. En als je niet roert, dan brandt die aan. We gaan nu de mais, zoals dat heet, verhitten tot de eerste enzympauze. Die is bij 55 graden Celsius. En bij die enzympauze dan worden de enzymen die tijdens het mouten door het kiemplantje zijn gemaakt, die zitten nog in het graan en die enzymen die worden bij een temperatuur van 55 graden weer actief. En op 55 graden dan worden die enzymen actief die vetten en eiwitten gaan afbreken. Als de temperatuur 55 graden geworden is, dan wordt het tijd voor de eerste enzympauze. En dan kan het gas dus uit. Na 40 minuten op 55 graden kan het gas weer aan. En gaan we verder verhitten tot de tweede enzympauze van 65 graden. Ook weer goed roeren, omdat anders aan de bodem de mout aankoekt en verbrandt. En dat is niet de bedoeling. Dus tijdens het verhitten altijd goed blijven roeren. Na een half uurtje op 65 graden is het tijd voor de volgende pauze. Dan gaan we weer verder stoken. En dan brengen we hem naar de laatste pauze. Die is op 75 graden. En dan worden de laatste zetmeelresten die nog in de mout zitten worden omgezet naar suikers. Zo, na de laatste enzympauze van 75 graden. En fabrikje. Een half uur op gestaan heeft, wordt het tijd om de kafjes van het koren te scheiden. En dat gaat in dit filter. We scheppen dat zo langzaam over. Nou, als het water 80 graden is om te spoelen, dan kunnen we hier alle suikers die nog in het filterbed achterblijven eruit spoelen. Het is zonde om die filters hier in het filterbed of om de suikers hier in het filterbed te laten zitten. Want dat kan allemaal in alcohol omgezet worden. Dus die gaan we uitspoelen. Als alle 9 liter spoelwater in het filter zit, dan kan het alweer terug op het gas gezet worden. En kan het koken gaan beginnen. En intussen kan het filter dan verder uitlekken. Dit is dan de borstel die overblijft na het filteren. Prima geschikt als veevoer. Maar voor de rest kun je als brouwer niet zo gek veel mee doen. Zodra de wort kookt, dan kan de hop erbij. En dan moet je het flink doorkoken met het deksel eraf, zodat het water kan verdampen. Des te geconcentreerder wordt het bier. En des te zwaarder wordt het bier.
als het wort gekookt is, dan is hij steriel. En dat moeten we zo zien te houden. Dus vandaar dat het gistvaat even goed uitgespoeld moet worden. Met een ontsmettend middel, zoals bijvoorbeeld Gempro. Maar ook soda bijvoorbeeld is daar wel geschikt voor. Na het koken moet de gist of de wort zo snel mogelijk afgekoeld worden en de gist erbij. Omdat de warme wort ook een ideale voedingsbodem is voor bacteriën. Dus het is een kwestie van zo snel mogelijk afkoelen, gist erbij, dat de gist aan de gang kan. Des te minder kans heb je op infecties. Om de koelspiraal zelf te ontsmetten is een heel eenvoudig trucje door hem gewoon de laatste 5 minuten mee te laten koken. Als het wort 1,5 uur gekookt heeft, kan het gas uit en kan het koelen beginnen. En dan maak ik gewoon wat aansluitingen op de kraan en kan het koelwater door de spiraal stromen. Je ziet dat er behoorlijke damp van het koelwater afkomt. Het wordt dus goed gekoeld. Afgekoeld is tot zo'n 25 graden, dan kan die overgeheveld worden naar het vergistingsvat. Daarbij mag het flink laten kletteren dat de wort zuurstof op kan nemen. Dat is wel zo bevorderlijk voor de groei van de gist. En het filter is dan om de hopbloemen tegen te houden. Na het koelen moet je ook het soortelijk gewicht van de wort meten. Want daaruit kun je bepalen hoe sterk het brouwsel gaat worden. We meten hier een soortelijk gewicht van 1084. Na de vergisting zal dit teruggaan tot zo'n 1015. Een verschil van 70 dus. Dat verschil moeten we delen door 7. Dat betekent dus dat dit ongeveer bier van 10% gaat worden. Dat is dus van het kaliber triple. Het laatste beetje. Zo nog door het filter gieten. De giststarter die we in het begin gemaakt hebben is nu volop actief. Je ziet de koolzuurbelletjes al ontstaan in de appelsap. En nu is het moment daar om dit belangrijkste ingrediënt toe te voegen aan de wort, opdat het bier mag worden. En nu moet dit vat ongeveer een week pruttelen en dan wordt het bier.
De wort is nu steriel en behalve de gist mogen er geen andere levende beestjes bij komen. Dus vandaar dat die afgesloten wordt met een waterslot. Dit waterslot laat wel de koolzuur die tijdens de vergisting ontstaat ontsnappen, maar er kan niks anders naar binnen toe. Als het goed is, begint binnen 24 uur al het waterslot te borrelen. Als teken dat de gist actief is en de suiker omzet in alcohol en koolzuurgas. Na ongeveer een week is de wort uitgegist en kunnen we het al langzamerhand bier gaan noemen. En is het tijd om het in de fles te doen. We gaan het bier daarvoor overhevelen. In de fles. Het makkelijkste is om daarvoor Grols beugelflessen te gebruiken. Die kun je makkelijk sluiten. Eerst even aanzuigen. Lekker. Omdat het nog in de fles moet nagisten, gaat er een schepje suiker bij. Een klein theelepeltje is genoeg. En dan kan de stopper op. Een iets gevorderde bottelaar die gebruikt pijpjes. Ook hier gaat een klein schepje suiker bij. En dan gaat er een kurk op het pijpje. En is hij klaar om te rijpen. Ja, dan is nu eigenlijk het moeilijkste stuk uit het brouwproces. Dat is wachten tot het bier voldoende gerijpt is om te drinken. Dat duurt ongeveer 3 maanden. Dus even wachten.